Normaal is het in Minecraft altijd de bedoeling om zo min mogelijk dood te gaan. Maar in de video van vandaag is dan net even wat anders, want wij moeten op 10 manieren proberen dood te gaan in Minecraft. En ik heb hier meteen al wolf spawn eggs. En als ik heel erg veel wolven span en ik sla een wolf, kan het er natuurlijk voor zorgen dat ik dood ga. Dus dat is eigenlijk precies wat ik op dit moment ga doen. Oké, okay, let's go. Alle wolven staan er. Ik ga er één slaan en bam! Val me aan. Au. Ja, dit is dus precies de bedoeling van deze video. Maar voordat we verder gaan, ik wil even een dikke shout-out doen naar al de mensen hier in beeld voor het abonneren op mijn kanaal. Want iedereen die abonneert op mijn kanaal krijgt een shout-out. Oké, dames en heren. En de volgende manier om dood te gaan is natuurlijk met lava. Want ja, iedereen is wel eens ooit dood gegaan in lava, denk ik. Ik vind het nog steeds zo raar dat ik telkens dood moet gaan in plaats van blijven leven. Maar goed, let's go. We gaan er gewoon inspringen. En ja, dit werkt wel. Oh nee. En het volgende level is dat ik dood moet gaan in water. Ik heb hier helemaal geen zin in. Maar goed, weet je, we gaan het gewoon proberen. Let's go. Ik denk dat ik echt super lang onder water moet blijven. Dit gaat nog wel even duren. Oké, mijn bubbeltjes zijn bijna op. Dat betekent dat ik dadelijk dus damage ga krijgen. En oké, ik krijg damage. En ik moet niet boven water komen, want dan stopt de damage natuurlijk. Ik wil doodgaan. Dat is heel erg raar. Normaal werkt het niet zo in Minecraft. Maar vandaag even wel, dames en heren. Kijk, ik ben bijna dood. Nog één hartje. Hoppakee. Woehoe. We zijn hier aangekomen in de volgende kamer. En er staat een chest. Ik ben heel erg benieuwd wat er in deze chest zit. Oké, let's go. Allemaal zombie-eieren. Wat moet ik mezelf dan gaan killen met allemaal zombies? Nou, vooruit dan. Maar ik heb denk ik niet de tijd om ze allemaal te plaatsen, aangezien ze me waarschijnlijk meteen al gaan aanvallen. Oké, 3, 2, 1. Plaatsen. Oh, ze gaan ook dood. Maar ze vallen me wel aan en ik kom ook in de fik te staan. Nee! Of nee, ik bedoel, joepie, ik ben weer dood. Oké, dames en heren. Ik sta hier weer in een kamer met een chest achter mij en ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. Oké, 3, 2, 1. Een pijl en boog. Wat moet ik hier nou weer mee? Oké, wacht. Kan ik mezelf neerschieten? Nee, dan schiet ik op het plafond. Maar als ik het heel licht doe dan... Ja! Oké. Ik moet dus gewoon heel erg vaak mezelf gaan raken met deze arrow. Ik moet hem echt perfect timen, joh. Oké, ja, dat was er weer één. Hoppa, dat was er weer één. Hoppa. Oké. Ja. Op deze manier werkt het wel, dames en heren. Ik moet gewoon heel erg veel pijlen op mezelf schieten. Oh, dit gaat nog wel even duren. Oké, ik heb het glas maar eventjes weggehaald om het wat makkelijker te maken. En gaat deze pijl mee raken? Dat is de vraag. Oh, hij komt eraan. Wow, hij is super hoog. Au. Oké, deze doet heel erg veel damage. Oké, ik denk dat na deze pijl wat dood zijn. Oké, dan komt hij weer aan. En... Oh, hij landt naast me. Dat was niet helemaal de bedoeling. Oké, dan gaan we weer. Nog een pijl. En kom op. Land op mij. Alsjeblieft. Oké, ik moet iets meer hierheen. Oh, dit gaat zo lang duren. Oké, misschien werkt het op deze manier ook wel heel erg goed. Ja. Oké. Ik hou het gewoon even wat langer in. En dan... Oh, ja. Oké, nog één keer denk ik. Oké, let's go. En hoppakee. Het is ons weer gelukt. Oké, ik ben hier weer in de volgende kamer. En we gaan kijken wat we hebben. Oké, we hebben cobwebs en we hebben lava. Oké, dan is het denk ik gewoon een kwestie van erin springen, toch? Dit ziet er wel een beetje triest uit. Maar goed, het gaat erom dat we in deze video op 10 verschillende manieren doodgaan. Dit gaat nog wel even duren zo, hoor. Op deze manier. Kan ik niet even wat sneller door die cobwebs heen? Potverdorie, wat duurt het lang. Oh, het duurt nog zo lang. Ik ben bijna in de lava. Oké, ik denk dat ik nou echt ieder moment damage kan krijgen. Oké, 3, 2, 1. Oké, nu al. Oh, nu ga ik ook wel echt heel snel dood, hoor. Oké, dames en heren. Ik heb hier achter mij meteen weer een dubbele chest staan. En ik ga even kijken. Wat zit er allemaal in? Anvils. Oké. Ik doe net of dat ik blij ben met deze anvils. Maar ik moet mezelf gewoon wederom weer gaan vermoorden. Maar goed, er zitten ook een hele hoop paarse blokken bij. Dus wat me ook handig lijkt is om een soort van constructie te maken. Waarop ik dadelijk de anvils kan plaatsen. En in principe kan het al wel. Maar het is nog makkelijker als ik een soort van buis heb, denk ik. Even kijken. Oké, dan gaan we ze plaatsen. Au. Dan moet ik springen en dan... Au. Oh, dit gaat nog wel even duren hoor, dames en heren. Au. Oké, nog eentje. Oh, ik zit vast in de anvils. Nee. Oh, ik heb uiteindelijk toch genoeg damage gekregen. Ik ben weer dood. Yes. Oké, ik ben weer aangekomen in een volgende kamer. En ik zie hier een aantal dispensers staan. En wat moet ik met deze dispensers? Even kijken, wat zit erin? Er zitten een hele hoop pijlen in. Oké, dus dan is het denk ik gewoon een kwestie van lopen en gehit worden of zo. Hallo. Au. Oké, ja, dit werkt. Au. Oké, ik ga gewoon telkens om en om doen totdat ik dood ben. En dit gaat eigenlijk best wel heel erg snel. Oh, mensen, doen het thuis niet naar. Want doodgaan in Minecraft, dat wil je niet. Oké, let's go. Au, ik ben dood. Dames en heren, like even deze video als je niet dood wil gaan in Minecraft. Wel echt liken, anders dan ga je de volgende keer als je Minecraft opstart 100% dood. Oké, wat is dit nou weer voor rare kamer? Ik zie hier gewoon twee dispensers weer staan met knoppen. Oké.
Oké. Ik ben heel erg benieuwd. Wat zit erin? Splash Potion of Poison? Wat? Oh, hier heb ik zo geen zin in. Maar goed, weet je. We doen het maar gewoon. Even kijken. Klik. Au. Weet je wat? Ik ga het gewoon spammen. Ik wil zo snel mogelijk doodgaan. Au. Oh, ik ga echt enorm snel dood. Oké. Kan dit alsjeblieft stoppen? Ik wil nog niet dood. Ik ben veel te jong om te sterven. Oké, nog eentje dan. Hoppa. Ik ga volgens mij gewoon niet dood. Au. Ik wil nog een potion. Nee. Oké, dames en heren. We zijn in de volgende kamer. En in deze kamer staat een chest. En ik ben heel erg benieuwd wat er in deze chest te vinden is. Dus laten we maar even gaan kijken. En skeletons. Nee. Oké, deze die moeten we weer heel erg goed gaan plaatsen. Ik denk dat we er weer net zoals bij de zombies niet heel erg veel tegelijk kunnen gaan plaatsen. Maar we gaan het zien, oké? Laten we maar gewoon even al deze dingen gaan spannen. En ik ga er zoveel mogelijk proberen te plaatsen voordat ik dood ga. Kom op, nog meer. Oh, ik word gewoon niet geraakt door de pijlen. Ze schieten elkaar gewoon dood. Stomme skeletons. Oh, ik heb ze bijna allemaal geplaatst. Hoe krijg je dit voor elkaar? Oké. Au. Het is gelukt hoor. Ik ben weer dood. Oké, dames en heren. Ik ben hier weer in de volgende kamer aangekomen. En ik zie hier allemaal buttons op de grond liggen. Wat moet ik nou weer met deze buttons? Ik denk inklikken toch, lijkt me. Hallo, gebeurt er nog wat? Of wat gaat er gebeuren? Au. Het was gewoon TNT. Nee. Oké, we zijn hier weer in het volgende level. En ik zie hier achter mij een kist. Maar dit is niet zomaar een kist. Dat heb ik al gezien. Ze proberen me gewoon te trollen hier zo, hè. Want, dames en heren, dit is namelijk een trap chest. En dat kan je zien door dat rode wat er omheen zit. En hier moet ik echt niet intrappen, want dan ga ik 100% dood. Oké, weet je, ik ga hem gewoon openen. En wat zit erin? Helemaal niks. Maar ik hoor al TNT. Au, ik moet redden. Au, ik heb het overleefd. Yes. Oh, ik bedoel, dit is helemaal niet fijn. Nee, ik heb het overleefd. Wat is dit nou? Weet je wat ik gewoon ga doen, dames en heren? Omdat ik dit overleefd heb, ga ik gewoon even wat blokjes hakken. Ik ga heel eventjes zo omhoog bouwen. Hoppakee. En dan denk ik dat als ik nu spring... Hoppa, dan ben ik dood. Yes! Oké, dames en heren. We zijn hier in de volgende kamer. En hier zien we wel gewoon een normale chest staan. Alleen is de vloer een beetje raar. Ja, ik denk dat we allemaal wel weten wat er in die chest gaat zitten. Inderdaad, een flint en steel. Oh. Oké, dit gaat echt een mega explosie worden dadelijk. Oké, ik ga hem aansteken in 3, 2, 1. Hoppa, alles aansteken. Woe! Kom op, nog meer. Oké. Oké. Ik was echt ontzettend snel dood. Maar goed, mensen, heb je nou genoten van het kijken naar deze video? Vergeet dan zeker geen blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal, want we hebben bijna de 100.000 abonnees. En klik ook zeker eventjes op een van deze twee video's hier in beeld, want het zijn ook twee superleuke video's. En je moet klikken binnen 3, 2, 1. Snel klikken, want ze gaan weg.